aan het einde van dit schaatsseizoen hebben we nu de kans om op de ijsbaan in Tialf die Ring of Fire neer te zetten. En kunnen we samen met de KNSB, dus Team NL, TU Delft en Innovatielab Tialf, kunnen we nu meten aan schaatsers op de ijsbaan. So what we do here is we have this very nice tunnel. We close the curtains. We fill the tunnel with bubbles, mainly to make the air visible. The air is typically invisible. With bubbles, we can visualize the air. And then we illuminate with a very strong light, and we take images with cameras. From these images, we can visualize the flow around the skater, and well, based on physics, we can finally determine the air resistance and what is, in fact, the force that is pulling them back. Het is vernieuwend omdat niemand anders dat kan. We zijn de enige op de wereld die dit systeem hebben en überhaupt een systeem hebben om aerodynamica metingen op locatie te kunnen doen. Dus we meten een bepaalde luchtweerstand X en een weerstand Y en dan zien we een verschil en dan kunnen we zeggen dit is sneller. En dat kunnen we direct teruggeven aan de sporters, aan de teams, om voor de Olympische Spelen, de komende Olympische Spelen in Beijing, de juiste keuzes te maken en het beste te presteren. Het is voor ons zo interessant omdat we natuurlijk op 500 meter, op mijn gebied natuurlijk, willen we natuurlijk elk klein detail willen we aanpakken om nog harder te gaan. Pakken wij een procent op onze volledige eindtijd en dan rijden wij echt extreem veel harder. The difference between winning and losing a medal is really in a fraction of a second. And we think that with this research, we can give a small gain to the skaters, maybe a few percent reduction of aerodynamic drag, that can make a big difference because it can give a fraction of a second that is enough to win a medal.